Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Het voetbal is dankzij de David Beckhams en de Cristiano Ronaldo's van deze wereld verworden tot een sport van glitter en glamour. Voor de mindere goden in de voetbalwereld is het wel even anders. Achter mij speelt het VVCS-team, de werkloze voetballers. Zij spelen hun eerste wedstrijd van hun zomertour tegen Top Os. Meneer Hesp, tevreden tot nu toe? Ja, zeer tevreden. We staan 1-0 voor, dus dat is hartstikke mooi. De werkloze voetballers staan 1-0 voor tegen de voetballers met werk. Aparte gewaarwording. Nou, de laatste jaren hebben we wel vaker gewonnen. Ja. Maar het is altijd mooi om te zien dat jongens die nog geen contract hebben, ja, goed, iets beter spelen dan de profs. Dus dat is wel heel leuk om te zien. De Eredivisie, daar is niet zoveel van aanwezig qua scouts. Nee, ik denk ook niet dat deze jongens echt in de Eredivisie of de kwaliteit hebben om in de Eredivisie te voetballen. Maar in de Eerste Divisie zijn het gewoon hele, hele goede en bruikbare jongens. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Droge boterham is denk ik niet zo lekker. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Droge boterham is niet lekker voor niemand. Dus, en ja, wij als spelers die er geen contact hebben, willen dat zeker niet hebben. Dus daarom 7 hiervoor. Wat is je favoriete club in het buitenland? In het buitenland? Mijn favoriete club is Barcelona. Zeg dan maar tegen Guardiola, mooie sollicitatie. Beste meneer Guardiola. Nou, dat is te ver. Kijk, ik zit zelfs hier in Nederland zonder club. Dus dan denk ik dat Guardiola bij mij komt. Ik denk dat het bij Ajax of bij PSV komt. Niet bij VVCS-team. Meneer Wisman, trots op het team? Wat zeg je? Trots op het team? Ja, trots op die spelers. En ik denk vooral voor hunzelf heel prettig. Want het is natuurlijk een manier om een visitekaartje af te geven. En ik denk dat ze dat in zo'n eerste wedstrijd hebben gedaan. Hoe staat het op de cv? Werkloze trainer van werkloze voetballers. Het klinkt heel raar, maar... Ja, maar ik denk dat ik niet de enige ben. Ik kan nog een aantal werkloze trainers opnoemen. Dus in dat opzicht ben ik geen unicum. Dus, en dat geldt voor deze spelers ook. We hebben er in totaal een stuk of 30. Dus we zijn allemaal zoekende. Dus in dat opzicht ben ik niet de enige. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. Is er nog geld? In de televisie bedoel je? Voor mij. In je portemonnee? Ja, ik heb nog wat spaarzakjes. Je kunt er voor de komende tijd nog wel even vooruit, zo ernstig is het nog niet. Liever natuurlijk niet, maar als het echt zou moeten, dan kan ik nog wel even vooruit. Maar ik heb alle vertrouwen dat het binnenkort goed gaat komen. De wedstrijd is ten einde, maar de scouts die zijn er nog. En aangezien ik dit verslag even een beetje zat ben, ben ik benieuwd of ik mezelf misschien ook in de picture kan spelen bij een mooie club. Mourinho, je mag me bellen. Toedeloe.